Renault Antwerpen. De auto's van stad. Ja, we zien nu allemaal rijden. Wat een Hilde de Klein. Oud-studenten, vrienden, familie en collega's. Allemaal brengen ze hun ode aan Renilde de Kleir. De actrice werd onlangs 65. Dit verjaardagsfeest is een eerbetoon aan haar carrière. Ik had nooit verwacht, ik moet dat eerlijk zeggen, van zoveel liefde om me heen te zien. En toch vooral voor mij. Dat is, ik heb dat nog nooit meegemaakt. Ik heb zeer goede herinneringen aan haar. Ik heb ook een paar jaar geleden met haar mogen spelen. Dat was dan echt wel heel fijn om zo jaren... Ze is zo een beetje een mentor en een moederlijk iemand die veel vertrouwen geeft en dan ineens staat je naast elkaar. Dat was ook echt heel fijn als collega's. Ze is echt ook een hele goede actrice. Nadat studio Herman Teirling de deuren sloot, stopte Renilde met lesgeven. Ze stortte zich op een nieuw project, Tutti Fratelli, een theatergroep voor en door sociaal zwakkeren. Renilde de Kleir betekent... Want die... Geeft goede raad voor toneel en zo. Het gebeurt, ineens is het er, het ontstaat en het is uit liefde voor die mensen, uit liefde vanuit de kunst eigenlijk ook. Ik zou nog 65 keer 65 jaar willen worden.